Goedemorgen vrienden, mensen. Friemels en krimelpiemels. Kijk. Eén iemand in de sportschool. Daar hou ik nou eens van. Het was vandaag de 3 uur. Het is nu 8 uur. Ik had gezegd, 8 uur sta ik in de gym. Waar ben ik? 8:59. Ik ben in de gym. Ik ga even lekker verkoud. En ik ga even lekker groeien. Nou jongens en meisjes, dames en heren. Wat is dit nou weer? Oh, ik heb de lichaam al gehad vandaag. We hebben lekker gesport. Ik heb een uur en een kwartier gesport ongeveer. Nou ja, laten we zeggen een uurtje. Want ik was mijn handdoek nog vergeten. En mijn koptelefoon en mijn bidon. Nou ja, mijn handdoek niet. Mijn bidon en mijn koptelefoon. Dus dan moest ik 2 keer terug. Dus ja, dat was wel een beetje jammer. Maar goed, hè. Kun je altijd 6 gooien. We gaan nou even lekker naar huis. Je hebt je grote licht nog aan. En nou, dan ga ik eens even kijken wat we gaan eten. En dan gaan we gauw omkleden trouwens. Want ik moet er weer bijna weg. Want jongens, kijk, ik heb de bergschoenen weer aan van de pizza. Goed voor de enkels, hè. Lekker strak. Ik heb deze grote motherfucker mee. You never know. En, dan gaan we even urbexen. Kijk eens even, we hebben hier allemaal Alex. Ja. Wat heb je allemaal mee? Allemaal tering zo, ik moet alleen even de goede vier zoeken. Wat is dit, een benzine of een diesel? Dit is diesel. Dit is gewoon goede. Sorry man, dit is benzine. Dit is gewoon goede olie hoor. Dit is gewoon motorolie. Ja, maar ik moet andere soorten. Ik had speciale soort olie voor die, omdat het een V6 is. Moest er weer speciale shit in. En nu ben ik hem kwijt. Heb jij een V6 je? Ja. Dus we gaan vandaag even volle poelie gewoon even planken gewoon. Ja, dat is wel kut hoor. Het is een V6. Hij zuikt me helemaal leeg, maar hij heeft niet dat dikke geluid. Hij zuikt me helemaal leeg. Ja. Kijk eens even. 2,4 liter, 6 pijpert. Ja. Maar jij zegt dat deze van ik kan? Ja, maakt me ook geen zak uit. Ja. Kijk, top. Shell olie is altijd goed. Oké. Okay. Dus Shell, als jullie me willen sponsoren? Ja. Laat het even weten. De helft gaat ernaast, maar goed, dat maakt niet. Weet je hoeveel je erbij moet gooien, vriend? Niet dat je gewoon zoveel ingooit. Als je te veel olie in de motorblok gooit, dan loopt hij in elkaar, dat weet je. Ja. Nee, oké, niet dat we dadelijk zo meteen met een grote Jezus klap op de weg staan. Dat, oh, Alex heeft te veel olie erin gegooid in plaats van te weinig. Gewoon. Dat kan ook, hè? Ja, dan duwt hij dus de keringen eruit en dan is gewoon. Deze niet hoor. Pas boem, peng en een Jezus klap en dan is het gewoon over. Nou jongens, we zijn bij de pomp. Dit is Aquaman, die hebben we net opgedoken, even onderweg. Kom zo. En dit is, doen even een foto van hem erin als hij afgetraind staat met zijn bovenlijf. Ja, met zijn shirt uit, gewoon bam. Dit is Owen Bowie Knife. Owen Bowie Knife. Ja, jongen. Ja. Je gaat vloggen. Beetje. Wil je ook wat zeggen tegen de mensen? Ja, ja jongens. Hallo. Geile morgen, zal ik zeggen. Hele gaarle goeiemorgen, zeggen we dan. Dus dat. En we gaan even lekker even bij de pomp even lekker wat halen. Ik moet mijn telefoon even meenemen. Hey, doe de gaarle dingen eens even open, vriend. Die gaarle Audi. Ik denk 2 keer in die rij moeten staan, gewoon. Om het broodje af te rekenen. Sta ik. Oh, joh, die deur trekt gewoon dicht. Het is geen goede content met die deur. Hey, geen muziek, hè? Copyright. Maar ik heb 2 keer in de rij moeten staan voor het tyfusbroodje af te rekenen. Hè? Dat weet je niet. Ja, ga ik staan. Ja meneer, u moet eerst even bij mijn vrouw, bij mijn collega. Staat er ook nog een, hè? Even bij mijn collega even afrekenen. Ik denk bij mij, ga je maar nou over de stoep heen, joh? Rij gewoon, geef gas, anders je moet je niet, je moet wat, nu niet, wat gebeurt er nou? Je moet nu niet stoppen, je moet nu gewoon gas geven of niks? Jezus. dit is gewoon gouden content! Met Aquaman in de wagen, gaan we los! Heb je dat film? Ja, natuurlijk. Lekker. Hey jongens, ik krijg die gordel godverdomme niet terug. Hey, ik wil wel een gordel om als ik bij jou achterin zit. Ja, snap ik wel. Hey jongens, dit is Owen Bowie Knife. Ik zet hem wel even op jou. Hey. Trek het hele. Rustig aan. Hey, hij geeft niet aan mij gewoon die gordel, hè? Hij geeft de gordel niet. Kijk die armen. Kijk hem gaan, jongen. Relax dat ding eens even. Luister even. Hij wil niet. Oh. Zie je, je moet even kwaad worden en dan komt het goed. Ja, precies. Even een beetje op de vlucht. Oh, nou, dat broodje dat gaat open. Oh, ik ben helemaal ziek.
krijg je hier helemaal corona van gewoon. Ik gooi de broodje ook maar uit het raam. Ja. Hey, maar ik moet even een verhaal vertellen, jongens. Ja, over Owen. Want nu, Owen kon het niet meer vertellen, maar we hadden het net even over gehad. We hebben het even een beetje bijgekletst. Want ik heb jullie echt al super lang niet gezien. Nee, moeilijk tijdje. Ja, dat is wel even een tijdje geleden. Toen was ik 17, denk ik, voor het laatst. Oké. Op school. Ja. Ja, inderdaad. Ja. Dat is fucking lang geleden. Dat is fucking lang geleden. Zo. Maar, Owen is nu gewoon in een relationship. Ja. Dus jullie denken, ik wil Bowie Knife strikken. Dat houdt op. Bowie Knife is al gestrikt gewoon. En ik heb hem gewoon relatieadvies gegeven. Een soort van. Ja, cool. Ik heb ervoor gezorgd dat het samen is met zijn vrouw. Vroeger in onze tijd hadden we niet Tinder, maar hot or not was het, hè? Ja. En dus ik zei tegen Owen, ik zei, dat moet je een keer downloaden. Je kan je goede vrouwen vinden. Want ik had toen de tijd ook mijn eerste vriendinnetje daarop gevonden. Owen is serieus samengekomen met een meisje. Hoe heet ze? Charity heet ze. Wat? Charity. Charity? Ja. Dat is liefdadigheid. Ja, klopt. Oké. Okay. Hij kan het Engels ook, hoor. Hey. Ja, maar ik even dat, niet dat je het verkeerd verstaat, snap je? Dat ik een heel ander verhaal ervan maak. Dus hij heeft gewoon haar daar ontmoet. Op fucking hot or not gewoon. Ja. Terwijl ik dat tegen hem gezegd heb en hij heeft het daar gewoon nog gedaan. Dus ja. Ik ben, voel me een klein beetje... All you need is uniek. All you need is uniek gewoon. Oh, yo! Alex, je gaat helemaal los, jongens. Wil je wat zeggen tegen de mensen, Alex, of niet? Ik hou het even rustig. Hij houdt het even rustig. Normaal klaksoneert hij in één keer keihard. Dus mensen beginnen te schreeuwen, kijk, dat doet hij zo. En dan gaat hij. En dan steken we onze hand op naar iemand die er niet is. En zo werkt dat gewoon. Dus geef hem een broodje die ik na 10 jaar eindelijk bemachtigd heb. Carpaccio truffel. Even lekker opeten. En we gaan lekker groeien. Lekker naar binnen sloeren. Dit horen we nog gewoon, hè. Dat snap je wel, toch? Die microfoon die vangt alles op. Weet je waarom die zo groot is? Zodat hij vulgaire dingen kan opvangen van andere mensen. Ja. Boy, joh. Ik ben een beetje bruin. Ik weet niet of hij er gisteravond mee gedaan hebt, maar... Jongens, daar doen wij niet aan, hè. Wij gebruiken hem puur alleen voor content. Maar het kan ook andere content zijn. Maar goed, daar weten we dan niks van. Wat jullie net gezien hebben, hebben we het oliepeil van Owen, wou ik zeggen. Van oma Alex zijn auto even gecheckt. Maar het olielampje brandt alweer, zoals te zien. Ja, dat is ook omdat we in een Audi zitten, hè. Kijk eens even daar. Audi, die 3 sterren. We gaan nu kijken of we die iets kapot gereden hebben. Net met onze hele mooie actie. Lekker wat olie of wat? Trap die kappers open. Ja, dat is wat olie gebruikt. Er is geen olie open. Oh, ja, dat is het kutte van een auto. Als je olie ophalen, dan moet je maar uitzetten. Hij pakt gewoon zo die zand, handschoen, trekt hij er even overheen. God, stopt die zand in zijn motor. Nou, dat vindt hij lekker, denk ik, hoor. Lekker, man. Een beetje extra. Gaan die oliekanalen even lekker weer dicht zitten. Als die pels ook nou ook even stopt en slingeren, dan kan ik ook wat zien. Dit is niet best, want er zit gewoon niks op. Oké. At this moment, he knew. He fucked up. He fucked up. Nou, goed, nu bij. Waar het heen is, dat weten we nog niet. Maar er is in ieder geval geen olie meer op de pijlstok gewoon. Ik heb even nieuwe gekozen. Zat het er net wel op? Nee, ik heb net niet eens gecheckt. We hebben net niet. Donder gewoon heel die ding er maar in. Ik wou zeggen, als hij niet op een boliestok staat, dan kan je de rest een hele liter bij de onder. Ja. Oh, we hebben geen hele liter meer. Ja, ik ga even verkopen hier bij het tankstation. Wat is er? Dat hij nog niet in elkaar is gelopen, jongens. Net heb ik er een scheut bij gegooid. Dit is wel echt een Audi lifestyle, heb ik wel eens gehoord. Ja? BMW ook al, hè? Ja, BMW heb ik meegemaakt, ik weet dat. Heb jij wat voor fouten rij jij eigenlijk? Ik heb gewoon. Dat hoeft niet. Ja, dat gaan we ook zeker niet zeggen. Nee. Johnny, godverdamme, man. Wat rijdt hij dan? Het begint met een T. Maar ja, dat is. Dus we gaan nu even olie bijvullen en dan hopen we dat we België halen. Ik denk dat Alex maar gewoon op de cruisecontrole moet gaan rijden en niet het gas moet geven. Dat scheelt gewoon misschien wel een paar liter. Dat sowieso. Dus ik hoop dat we België halen, jongens. Anders dan hebben we een klein probleempje. Van dat ik jou op school niet zag. Nou. Owen zegt tegen mij, ik ben met Owen, ben ik ergens. Hij zegt tegen mij, je moet terror van Inge moet je even toevoegen op Snapchat.
Zo heb ik jou dus toegevoegd. En zo wist ik dus dat jij vlogs maakt en dat soort dingen. Als hij dat niet had gezegd, had ik jou ook gewoon niet meer leren kennen daarna. Ja, ik heb jouw nummer wel gewoon al. Ja. Als het gaat. Oh ja. Ja, maar goed, dat is gewoon via school geweest en dan hebben we elkaar nooit gesproken. Nee, dat is wel waar. Als hij dat niet gezegd, niet tegen mij had gezegd over Snapchat, had je ook niet meer toegevoegd. Ja, dus daarom... Owen is goed voor alles. Owen is goed voor alles. Ja. Ik ben goed voor Owen, Owen is goed voor mij. Zo zijn we gewoon goed voor heel veel dingen. Mooie junk. Maar kijk, hier zit dus niet zoals bij dat andere. En de tussengang in. Maar dat komt omdat, is het niet verbonden aan het gebouw. Ja. Dus daarom kun je hier gewoon lekker doorrennen. Gewoon als een wild varken. Mooi, ja, doorrennen. Dus we gaan nu even lekker olie halen bij de BP. Dit is weer even een klein verhaaltje. Alex is ook een echte OG. Die kijkt even al vanaf het begin gewoon even de vlogs van. Ja, dat is waar. Ja, ja. Dus nou zit hij er zelf gewoon in binnenkort gewoon. Flaneert hij daar even kaart in die vlog gewoon. Dat vind ik trouwens echt een zieke auto voor jou. Ik zie jou er echt in rijden gewoon. Ik vind hem ook heel vet. Ja. Echt zo'n oude geile Amerikaan gewoon met zo'n bank erin. Zonder toen rijden van maken dat hij op een neer kan. Ja. Hij wil weer gelijk hydraulische veren in het hele pakket. Ja. Snoop Dogg. Met een junko op de lip zit hij daar. Ja, jongen. Wat vind jij eigenlijk van mijn boerenpet? Hè? Ja, Peaky Blinders, hè? Ja, dat is mooi. Weet. Peaky fucking Blinders. Kijk de raad. Gaat open. Kijk, ze willen een beetje gas geven gewoon, hè? Vinden ze mooi, hè? Oh, is een dikke achtpijp. Hoi, yo! Mooi! Hey, schreeuw straks in die tunnel, dan hoor je het goed, hoor. Zo, mooi, joh, dat is een tering slim idee. Ja. Hé, hey, maar wij hebben iets moois bedacht. Maar we kunnen ook even gewoon een stukje vuurwerk erin leggen, hè? We zijn zo toegericht, weet je wel. Dat is echt een mooie klap hier beneden. Nee, luister, dat kan ik niet uit, dat is slecht voor je oren. Nou, oké. Laten we alleen jou erin staan. Ja, nee, pak jou maar, oké. Laten we alleen jou erin staan. Ja. Nee! We gaan geen vuurwerkje afsteken. Doen we pas met Peppa Big. We gaan de motor even toespreken, jongens. Hoi, yo! Nu gaat hij extra hard komen. Nu gaan we extra hard zo meteen. Ja, nu gaan we extra hard, jongen. Door de geluidsbarrière heen. Wat zeg je nou altijd? We gaan harder dan het geluid of zo? We gaan door het geluid. We gaan door het geluid! Ja, ja, ja. We gaan door het geluid, hè! Boys! Door het geluid! Hoi, yo! Hoi, yo! Kom op! Zie de bidon er wel gewoon uit. Nou gaat hij hard. Ik zal even kijken, jongen. Nou, luister mooi. Even, dit is een Audi en zo spreek je een Audi toe. Ja jongen, een Laudi. Een Laudi. Zeg eens wat dan. Heb je niet genoeg erin gegooid zo? Kost 21 euro hè, zo'n flesje. Luister, wat wil je aankomen of niet? We willen niet dat hij in elkaar naait. Als ik wel aankom, we doen nog één keer, ja, we doen even één keer. Wat moeten we tegen hem zeggen? Als dat ook te veel ben. Zwaai even naar de camera. Hallo! Go! Oké, nu stoppen we, ja? Ja. Nu hoor ik mijn stem die beginnen over te slaan en dan zijn we te ver. Ja. Heel goed, heel goed. Oeh. Mag ik even de dop? Tuurlijk mag. Of je mag de dop zelf erop draaien. Dankjewel. Zo Aquaman, jij kan ook hard schreeuwen. Zit je nou daar niet schanader in die auto een beetje? Zit je een beetje lief te zijn daar in die auto? Wat zit je daar beneden te doen, vieze Rick? Wie? Met hem. Wat heeft hij nou? Wat zat de kerel, wat zat daar voorop? Om zijn handen te wassen of wat? Ja, dat is om zijn handen te wassen. Wow, yo. Maar we gaan nou even lekker in die auto gewoon. En nu gaan we eindelijk kijken of we verder komen. Zonder olielampje en gezeik en herres. En... Dat gaan we niet laten zien dat. Ja, dat dacht ik ook. Waarom zeg je dit nu als die camera gewoon uit staat? Wat? Van die broodjes. Waar heb je het over? Waarom doe je dat zo? Heb je het over? Ik weet van niks. Dit is toch gewoon... Nee, maar dat scheelt toch, want je krijgt toch honger als je hier loopt op een gegeven moment. Luister, ik ben dus vergeten om water mee te nemen, dat was... Ik heb een grote fles water bij. Ja, oké, okay, maar ik wou zelf water nemen. Ja, mijn fles likken. Ik mag eens een fles likken, jongens. Nee. Maar waar moeten we nou heen? Want Alex is even hier aan de content keren. Alex is ook een content creator. Ja, kijk, daar is een bord. Ik zie daar hele mooie billetjes lopen, jongens. Oeh, ik denk dat we daarin gaan. Maar ik heb serieus mijn bergbeklimschoenen aangedaan, hè. Omdat ik last heb van mijn enkels, dus... Frans? Nee, ik... Frans ken mij niet en ik ken Frans niet. Dus Frans, we kennen je niet. Is niet iedereen in Frankrijk daadwerkelijk Frans kan? Oh, yo! Dit is wel spannend, hoor. Ja, dit is spannend, hè? Ja, ik krijg hier... wel tintelingetjes in je piemeltje van. Goed, dat hebben we niet gehoord, jongens.
Dit hebben we niet gehoord. We gaan. Als we wat te zien hebben, dan nemen we jullie mee. Oké, Owen, ga achter die tralie staan en schreeuw eens een Bukito. Ja. Laat me eruit gewoon. Doe het even. Maar ja, je moet er eerst achter zien te komen, dat is ook knap. Met dat ding aan, bro. Hij trekt zijn zonnebril ook gewoon aan. Schrok je hier nou oprecht van of wat? Ja. What the fuck? Dit staat erop, hè? Dit staat erop. Dit staat erop. Je ziet hem 20, honderdste van de milliseconden zie je hem daarheen gaan. En. Oké, okay, dit is echt gewoon. Oh, fucking mooi. Maar daar staat ook Brun. Kijk hoe eng dat is. Joh. Zul ik ergens een hoekje gaan schijten? Oh. Kijk, dat is ook horror. Nee, hey, we gaan niet Brun. Poepen. Zie je dat? Ja. Dat is straight horror. Alex, ouwe. Oh. Alex is er niet meer, hè? Hoe denk je ook daar? Die is gewoon klaar. Nee, ik ga pissen. Hij gaat koper zoeken. Alex zoekt koper. Maar waarom moeten mensen alles vernietigen gewoon, hè? Ja, omdat het er dan extra vet uitziet. Nee, maar waarom, nee. Maar waarom moet je overal graffiti op spuiten? Dat is gewoon ergens voor nodig, gewoon. Graffiti. Graffiti, ook goed. Wat jij wil. Maar je hoeft het gewoon niet te slopen. Je moet gewoon dingen heel laten, gewoon. Maar wat zijn dit voor zieke gangen dan? Gevangenissen of wat? Het ziet er niet echt uit als een gevangenis, want dat is wel een hele grote cel. Wat doet iemand? Stel scherp, motherfucker. Oh, tering. The fuck? Oh, joh! Oh, dit is echt fucking diep, ouwe. Oh, joh. Oh, niet in. Dus die stapt hem bijna in en zo. Kan je nog iets verder erin schijnen? Kijk, gek, dat is mokerdiep. Als je daar intief straalt, jongen, dan ben je ook kapot. Laten we eerlijk zijn. Zullen we een vuurtje gooien? Ja. Plaats Peppa, picht daarin op. Oh, deze krijg je niet, deze komt omhoog. Oh, 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 oh. Oh, yo! Wat is er met die scherpstellen nou allemaal aan de hand, joh? Ja, je gaat ook van een donker naar licht. Hij moet gewoon janken, hij moet gewoon scherpstellen, gewoon. Geen nieuws. Vraag niet of dat hij gewoon niet scherp wil stellen. Hij vindt het helemaal mooi, onze Alex hier. Maar wat is dit dan voor iets? Dit is toch niet waar we heen gingen? We zouden toch naar een verlaten treinstation gaan? Ik dacht een militaire basis of zo. We alle drie hebben iets op. Hey. Ja. Gebruiksverloren, jongens. Ze zijn er al een keertje geweest. Dan zoeken we ermee. Dat ruimt. Wat is dit voor deur dan? Hey. Een houten deur, dat is ook gewoon net zeg ik nog, hè? Waarom moet iedereen alles lopen? Ja, maar ik voel de deur niet. Nee, ik trap de deur niet. Moet je dat zien? Wow, je gaat niet in. Wow, yo! Dit is wel fysiek. Er zit ook een gat in de vloer, Alex. Yo, wat? Alex, je loopt er ook gewoon tussendoor. Kijk, of nog iemand zijn nek kan breken vandaag. Hier moet een vuur gaan steken, jongen. Nee, tyfus begon. Zo, dat is God, daar beneden. Zometeen heb je Jungle Book wel eens een keer gekeken vroeger. Nou, zometeen stort het hele gebouw weer net als dit. En dan lopen wij net als die beer en die tijger door de ding heen te rennen gewoon. En dan krijgen we stenen op ons hoofd. Dus dat doen we lekker niet. Gewoon. Hier moet je helemaal goed uitkijken. Ja. Wow, ouwe gek dat. Kijk hoe ver het door loopt. Kom gaan kijken, gek. Maar wat is dit dan? Hé, wat is dit? Ik weet niet, dit was het. Dat is een militair fort. Dat is wat het was. Wat? Hey joh, oh, sick. Heb je dat mee of is het gewoon gevonden? Nee, dat is mee. Serieus? Ga even een steentek maken, ouwe. Mag ik een paddenstoel ergens tekenen? Natuurlijk. Als dat kan. Ja, hij wil als je bij een vriend bent uitgenodigd, dat hij dan in de woonkamer, dat je dan gaat op de muur. Dan is het geen gelaten gebouw namelijk. Nee, dat is daar gewoon zo'n mooie tekening zit, dat wil jij, hè? Zal jij spreken? Helaas, ik zie je niet meer. Doe de deur! Ja, kijk dit! Wat dan? Hé, Limbo?
Ah ja, die is ook wel mooi. Kijk even op mijn beeld hier, dat het beter op beeld eruit komt als in het echt eruit ziet. Ja, dat is waar, ja. Maak ze wijs naar de vagina, of niet? Ja, dat is... Ja, kijk, dit, kijk hoe ziet die draak eruit ziet, gewoon op beeld. Ja, dat is sowieso een illegale ergens. Illegale house party. Dit is geen feature. Kijk hoe dat daar eruit ziet. Dat is wel echt ik ga mooi. Daar niet op staan. Daar is een stuk van 100 naar beneden gekomen. Oh, ja. En dan gaat Alex natuurlijk wel doen. Want Alex is. Alex is, Alex is een top G. Alex, kun je je autosleutels niet eerst even inleveren bij ons voordat je überhaupt gewoon iets gaat doen? Ja, precies. Zieke shot, even, doe even iets lijps gewoon. Wat moet ik doen? Doe iets wat je altijd doet. Wat is jouw ding? Hey. Dit is net Dora. Hey. Dit is gewoon echt Dora gewoon. dit moet je terugzien op die vlog. Dat jij daaruit komt. Jij lijkt net zo'n troll van een of andere dus gare film die iemand met zijn knuppel neer kon ramen gewoon. Zo zag dat eruit gewoon. Heeft die stort er nog wat mee te maken? Of lijkt je überhaupt gewoon op een troll? Nee, zo bedoel ik dat niet, maat. Maar die, met die stok, lachen, nee, maar met die stok van de zijkant zag het er echt wel gruwelijk uit, zeg maar. Ja? Maar het is wel zo, dit is wel het snelste. Max, niet op de Max. Ja, hier kan je wel op de Zal je hier nog doen? Nee, je bent in de onzekerheid. Nee, joh. Hey, wat heb je eigenlijk allemaal mee? Zal je dat zien? Heb je ook een relator of zo? Ik zeg net, Owen, wil je alsjeblieft je pet achter zijn voren opdoen? Nee, doe het niet, man. Kijk, ja, niet omdat jij het zegt. Kijk hem nu gewoon. Zelf doen. Nou, wordt hij gewoon link, gewoon gaat hij zijn pet opdoen. Nou, ja, hij zit alleen op wifebieter, hè? Dan pak je ook groot. Ja, hij heeft een strakke hemd dan. Dat is nog gekker, natuurlijk. Deze gaan we meteen opblazen, jongens. Dus blijf kijken voor deze shit gewoon, die gaat gewoon opgeblazen. Ja, ik blijf kijken, dat is goed. Gewoon zo direct kunnen gooien. Ja, maar zo schiet hij in je bek. Komt hij gewoon terug, ja. Doe alsjeblieft gewoon. Film het oude. Ja, is luister even, ik heb... Ja. Hij heeft de camera van thuis. Jij hebt mij aangevoerd. ik zet je in tot slechte dingen gewoon. Shit is about to go. Hoi, ga even filmen. Ik ga hem aansteken. Ja. Ja? En dan ga ik hem erin schoppen. Ik ben dat is goed. Ik ben niet goed in voetballen. Dus het kan zijn dat we hier ongelijk tot dit. Ongelijk we gaan op, direct wegrennen als het niet goed gaat. Maar niet expres niet raken. Ik doe echt mijn best. Oké. Hey. Hij staat af. Oké. Ja, natuurlijk. Ik ga net zo lang doen tot de fout gaat. Wat ga je doen? Ga je dat echt nog een keer doen? Gewoon verder afstand. Hè? Oh ja? Doe er nog! Komt er nog een! Dat was Max. Oh kut! Look out! Asjulegroen! Zodat die Duitsers echt over ons zullen kijken. Kijk, die balken die komen al heen, die worden al helemaal dik gewoon. Dus het vocht zit gewoon echt al in die balken. Dus die roest stast die balken echt al aan. Dit gaat gewoon echt een keer in. Zo. Ik weet zelf nog wel. Ik doe nou belachelijk hoor. Ik zit niet tegen jou te praten. Ik zit ook tegen jou te praten, helemaal de fucker. Want jij ziet het ook gewoon, hè? Ligt hier een gat? Nou, dat is wel heel vaag. Daar gaan we niet aan zitten gewoon. Want er staat een kruis op en ik hou niet van die shit gewoon. Owen moet daar weer een foto van maken. Ja. Owen is zo'n klein ratje, ik ga weg nu. Respecteer jou. Hé! Blijf nog af. Oh, deze is bloed. Ja, dat doe ik, kom hier. Hou vast, film op. Je hebt meer de bouw ervan, zeg maar. Mocht je het nog niet weten. Nog een keer. Luister, mijn stemman, hè, die gaat zo in bloeden. Ja, dat willen we zien. Let's go, Popeye. Ga nou eens weg met je breed, man. Als ik in de sportschool zit, denk ik bij mijn eigen, ik begin eindelijk geen jongen meer te worden gewoon. Ik voel mezelf... Wat zijn wij dan, als jij zeg maar niet breed bent? Breed is... Ja, ik kan het zeggen. Wij hebben niet eens armen, wij hebben gewoon zo'n vliegende handen.
Hij is groot, hij is Aquaman. Ja, Max is Aquaman. Als Max bij mij naar de gym gaat een half jaar, is hij gewoon de Terminator 4.0. Hij tilt gewoon, hij bankdrukt de gym. Hij gaat onder de gym liggen. Hij doet bicep curls met de gym zo. En dan zie je die armen zo. Zo gaat hij dan gewoon. Nou, ben je dat even of niet? We gaan naar boven, wat Alex roept ons. Hij gaat hier ook gewoon zitten. Jij bent ook gewoon niet bang of zo. Ja, moet je daar een foto van, Alex? Oh nee, de zon staat erop, dat gaat niet. Ja, je kan wel proberen een foto te maken. Belichting, jongens. Belichting. Zal ik daar naar beneden gaan en dan vanaf daar een foto maken? Ja, dat is ook goed. Dat doe je dan even. Dan moet je wel even een kilometer lopen, jongens. Ja. Dit is voor we jullie. We zijn in Slowakije. Slowakije. Doet dit zulke dingen niet. We gaan hem in de hoek zetten. Geef je aansteken. Motherfucker. Die hebben hun gedaan. Hey, wacht. Ja, hij ligt hier op het grondje. Wacht. Ik zet hem hier in. Ja, dat is een goeie. Wacht even, kunnen we hem niet beter hierin doen? Hierin? Dat gewoon echt de hele muur zo... Nee, maar dan zien we het niet op de film, snap je? Kan die? Ja, steek aan. Dit moment zie ik niet. Met Peppa weer ook gewoon. Peppa heeft het ook gewoon overleefd. Peppa Pig. Ik denk dat dit wel een serieuze business was. Jongens, we zijn verdwaald tijdelijk even, maar we gaan nu onderweg naar de auto. Dus ja, ik hoop dat we thuis komen, de camera's leeg. Maar goed, we hebben deze altijd nog. Veel meer. Ja, nou, stel maar. Stetsen. Ik ga helemaal met... Nee, we gaan gewoon naar nu huis. Naar huis. Gewoon. We gaan nu naar huis. Het is nu gewoon klaar. Ja, dus, ik ga nog even naar de gym. Ga ik naar de gym? Ja, ik ben vanmorgen geweest, maat. Ik ben vanmorgen geweest om 8 uur. Gewoon. Arnold Schwarzenegger. Arnold, wou dat ik Arnold Schwarzenegger zijn biceps had gewoon. Yannick The Rock. Ja, van Ingen. Ik moest even weten wat je achternaam was. Hoe wist je dat? Ik ken jou toch? Ja, okay. Ik ja, maar dat je dat niet vergeten bent, mijn achternaam of zo. Nee. Maar hoe voelt het nou dat jij mij nu weer ziet? Hoe voelt dat nu op zich, oprecht? Wat ik daarbij voel. Ja, maar ik bedoel meer van net of het heel lang geleden is of zo. Of... Kom we naar binnen, zo in één keer. Ja, heb je echt het gevoel dat het echt 8 jaar geleden is dat we bij elkaar zitten? Nee, ik heb het gevoel dat het gisteren was. Dat is echt bijzonder eigenlijk, maar ja, dat is apart. Apart. Zit je nou te fucken of is het nou serieus? Nee, ik ben gewoon heel bewust ervan dat er een camera op me gericht staat. Oké. Anders zeg je wel andere dingen, dat is wel goed. Ja. Nou, jongens, we zien jullie. Ik steek die zonnebril in mijn ogen en we gaan lekker op pad. Lekker op pad. Je bent gewoon wel vaak. Volgens mij. Kijk hoe vet dit is, gek. Ja, vroeg dat inderdaad. Ja, hier ben ik wel vaker geweest. Kijk, die beelden ook gewoon. Naakte mensen. Toen konden mensen nog naakt zijn. Goud. Zou dat echt goud zijn? Dan vraag ik me op het af. Denk ik niet. Nee, denk ik niet, hoor. Bladgoud misschien. Hé, hey, zo'n post heeft mijn vader. Hoeveel auto's heeft je pa? Superveel. Want hij heeft ook die hele grote oude Amerikaan, heeft hij ook? Nee, die is van mijn oom. Oh, oké. Okay. Mijn vader heeft veel auto's, ja. Oké. Okay. Jij kijkt echt alles gewoon, hè? Ja, eigenlijk wel, man. Dit is echt ook, gewoon respect. Soms dan kijk ik een tijdje niet en dan kijk ik daar en kijk ik alles achter elkaar. Vind je dat niet vervelend? Want ik hoor wel eens als mensen mij te lang kijken dat ze mij hinderlijk vinden. Ja, maar dat kun je toch zelf bepalen of je dan uitzet of je kijkt een tijdje... Je kunt zelf bepalen of oké, ik ga nu alles in één marathon kijken. Of ik kijk vandaag een filmpje en ik kijk over een dag kijk een filmpje. Je kunt het zelf bepalen. Ja, dat is ook zo. Je kunt er niet gaan lopen zeiken van hé, ik vind het leuk om lang naar jou te kijken. Als je zelf verkiest om lang naar jou te kijken, is dat vreemd. Maar ik vind het wel mooi, dat je krijgt wel goed voor mijn kijktijd ook. Als je helemaal die filmpjes kijkt, zeg maar. Ja, precies. Dat is een goede kijktijd, jongens. Maar dit is weer minder mooi om te laten zien. Nou jongens, we gaan dus niet naar de Burger King, maar we gaan naar de... La Plaza. En we gaan weer door de tunnel heen. We gaan weer even kijken wie... We gaan weer even kijken wie er het hardst kan schreeuwen. Dat ga ik niet doen. Wie dat kleinste fietsje heeft. Ik heb de kleinste lul. Kom, we trekken onze broek uit en gaan kijken. Maar volgens mij klopt heel die bestelling niet. Volgens mij wel. Wopper? Je had ook met alles erop gewoon, toch? Ja, maar wel. Dubbel wopper en... Wow, dit is echt goede shots. Hij heeft geen 360 camera meer nodig, hoor. Oh jawel, dit klopt wel, man.
Stukken wel. Nee, maar kijk hem roken gewoon. Hij loopt echt. Oh, wat gaat hij nog op de vloer zetten? Ja. Maar hij loopt wel echt een gangster, laten we eerlijk zijn. Oké, hij is ook, jij bent ook wel een gangster. Ik vind wel Owen, jij bent wel echt gewoon. OB, OG, Owen Bowen. Ja, nu veel hem. Owen Bowie knife gewoon. Ja. Veel mij, hey. Alex Jose is het gewoon hier. Alles kan kapot. Hoes! Even luider gewoon. Dieper. Hoes! Gewoon even. Hoes! Hoes! Katinaki, denk je dat ketje kan zwemmen? Waarom zijn jullie hoes? Alex Sosse! Wat betekent dat? Je weet toch wel? Het is toch Alex Sosse? Alles kan kapot. Maar alles kan kapot. Hoes! Hij doet het echt fucking goed, jongen. Hoes! Ik vind iemand zijn kind ook van. Kijk hem roken, gek. Kijk hem roken. Ja, maar zo deed, dat was echt. Jij hebt wel gelijk, zeg maar. Zo deed hij ook gewoon. Hij heeft mij gewoon zo misbruikt de hele dag. Nu heb ik iets op de keten, jongen. Ja. Nou heb je weer wat aangehaald. Die burgers waren niet tevreden, maar dit is nog veel erger. Ja, ik heb weer zijn burger weggedonderd. Dat is een zonde, hè. Maar ik ga niet meer naar de Burger King, echt. Nee. We moeten toch weer even onze Max gelijk geven, onze Maximus Prime. Zou je toch? Bij je mama is ook een Burger King. Iedereen die plant zijn lul erin. Dit zat al te vullen. Echt. En die burgers waren droog. Echt verschrikkelijk. Baba. Geen Burger King meer voor mij, jongens. We gaan lekker nu naar huis rijden. Doei. Dikke vaatcilinder. Doe eens even in die tour begint. Ja. Links van mij is koud, dus dan ga ik. Dat was één keertje. Kijk, dat klinkt lekker. Jongens, Alex bedankt. Dat was hem hier. Vanavond, jullie ook. Oh ja, like, subscribe, abonneer. Bijna vergeten, jongen. En dan zeggen we maar zo, bedankt voor het kijken. En haaien.